Wij willen vanavond een tentoonstelling openen waar we dus weer 5 jaar naartoe gewerkt hebben. Het ziet er allemaal keurig uit, maar die beoordeling die laat ik straks aan jullie. We hebben een gemeenteraadslid uitgenodigd om deze tentoonstelling te komen openen. En dat is mevrouw Carla Jansen. Beste vogelvrienden, deelnemers en vrienden van de vogelverenigingen hier in Helfort, Udenhout, Oosterwijk en Moergestel. Ik beschouw het als een eer deze bijzondere tentoonstelling in verband met het 25 jaar bestaan van de vogelvereniging, de Vogelvriend, te mogen openen. Om deze dank tot uitdrukking te brengen, heeft het college mij een envelop meegegeven met inhoud om in ieder geval uw 25-jarig jubileum te onderstrepen. En dat wil ik ook graag aan de voorzitter namens het college overhandigen. Alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. Jongens, denk er goed om. Kanarie, hè? Ja, een goudgroene kanarie. En wij kweken eigenlijk al 15 jaar goudgroene kanaries. Die kleur. Goudgroen in samenwerking met blauwe. Blauw en groen hoort bij elkaar. Waarom wordt deze vogel dan kampioen? En waarom wordt die daarnaast zit geen kampioen? Kun je dat heel kort uitleggen? Waar een jury die dat moet beoordelen op let? Ja, als je heel goed kijkt, dan kun je zien. Die vogel hier van onderen, die is egaal van kleur. Die heeft meer geel onder. En die vogel is ook kleiner als een dier. Die heeft mooi, het model is goed. En die vogel is, even rustig zijn ze wel. Maar die heeft ook donkere horendelen en dat moeten ze ook hebben. Die vogels hier moet je echt prepareren voor een tentoonstelling, ja. Hè? Ja. Kun je eens kort uitleggen hoe dat gaat? Ik heb er iets van gehoord net, maar... Nou, wij hebben er hier zitten. Ik doe het samen met mijn vader al die jaren al. En die vogels, we hebben er, ik geloof, 48 zitten om te showen hier. En ik heb van de week gewoon een ATV-dag moeten nemen om de vogels allemaal te wassen. Die worden echt gewassen, hè? Die worden allemaal met lauwwater en met een tandenborstel worden ze helemaal opgepoetst, ja. En een zachte tandenborstel waarschijnlijk? Een zachte tandenborstel, ja. En bij de snavel en zo, het hoofd van zo'n kanaar, dat moet extra geprepareerd. Hoe doe je dat? Pootjes, dat doen we ook met die tandenborstel. Kunnen een beetje nat maken en dan met water afdoen en dan proberen met een föhn of iets droog te maken. En dan in de kooitjes zetten. En dan is deze is nog niet zo erg. Als een witte kanarie, dat is nog veel erger. Die doen ze helemaal in het water dompelen. En die wordt in closetpapier wordt die gedroogd. En dan leggen ze hem even op de verwarming tot hij ongeveer half droog is. En dan zetten ze in een speciale kooi dat hij helemaal in droog kan worden. Maar zo'n vogel die kan er tegen gewoon? Kijk, die vogel die zijn heel speciaal gewassen. Die worden helemaal in water ondergedompeld. Met baby shampoo worden helemaal gewassen. En gedroogd. En die worden helemaal gefeund ook. Ja. Wat mij opvalt, hè? Die vogel die blijft keurig achteraan in zijn kooitje zitten. Ja. En andere vogels die vliegen voor tegen die tralies aan. Hè? Ja, maar dat is nou het trainen van een vogel. Het is niet zo dat je een vogel uit de kooi moet nemen, uit de grote vlucht. Mm-hmm. En hem dan achter elkaar hier naartoe brengen, want dat werkt niet. Mm-hmm. Je moet er gewoon mee bezig zijn. Er moeten 6 tot 8 weken van tevoren al mee bezig zijn. En die vogels die moeten geoefend, getraind zijn. En dan kunnen ze naar de wedstrijden. En we kunnen misschien ook eens even gaan kijken naar de overkant. Daar zitten die postuurkanaries, hè? Zitten postuurkanaries. En, maar die krullen, die moeten zo die gekrulde veren hebben. Die worden ook zo gekweekt. En dat is nog veel moeilijker om zo'n vogel op tentoonstelling te brengen. Om die krullen en die veren er allemaal goed te hebben zitten. Ja. Want ons vogels moeten veren maar glad te zitten. Maar hun moeten mooi zo in een krul zitten. Daar moeten we vinger in kunnen steken. Van de valk. Naast mij staat Kees Vriends. Kees Vriends is voorzitter van de Vogelvriend. En de Vogelvriend bestaat dit jaar 25 jaar. Kees, van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Dankjewel. Die Vogelvriend, hoeveel leden heeft de Vogelvriend eigenlijk? Op het moment 27. 27 leden? Ja. En die hebben allemaal één vogel?
geleden. Nou, nee. Er zijn er dus bij die geen vogels meer hebben. Die geen vogels meer hebben? Ja. En die dus toch nog lid zijn. Ja, gewoon voor het boekje wat ze krijgen. Maar dat zijn dus mensen die ja, eigenlijk minder tijd hebben. Mm-hmm. Ja, en die hebben dus hun vogels in de volière zitten buiten. Mm-hmm. Ja, en voor de verre rest doen ze er niks mee. Dus echt nog een beetje voor de hobby? Geen echte kwekers. Nee. Ja, maar hoeveel ja. kwekers zitten erbij van die 27? Nou, dan mag je toch wel tellen dat er dus toch 4 à 25 echte kwekers bij zitten. Hier in de gastbos rondkijken dat jullie het fantastisch hebben ingericht. Ja. Ik wens jullie veel succes met jullie jubileumviering. Veel publiek en ook veel succes in de toekomst. Gepaard met een aantal woorden die gesproken zullen worden door de voorzitter. En wij hebben gemeend in het kader van het totale agrarische veld, wat op dit moment nogal onder druk staat, aan de agrariërs uit deze gemeente de gelegenheid te moeten geven om hun grieven hier ook in dit huis ten overstaan van deze gemeenteraad naar voren te brengen. Dus ik zou de voorzitter Dree graag de gelegenheid willen geven om zijn woorden tot ons te richten. Ik weet niet of je hem eruit kunt pakken, maar dat is het handigste, want dit ding is onhandig. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging, wil ik niet zeggen, want de uitnodiging was het niet. Maar in ieder geval, we zijn dan toch hier gekomen en we waren hier welkom, had ik begrepen. Hartelijk dank daarvoor. De opmerking die u maakte over de volle bak. Nou, als het af en toe zo eens een keer een volle bak is, dan is het gemiddeld toch wel goed, de publieke tribune in Helvoort. Maar niet. Petitie aan burgemeester en wethouders van Helvoort, 2 november 1995. Graag college. Wij zijn vandaag met deze delegatie naar het gemeentehuis gekomen omdat wij vrezen voor de toekomst van onze gezinnen, voor de toekomst van onze kinderen en voor de toekomst van een leefbaar Helvoort. Zoals u weet, hebben wij afgelopen jaren zeer veel dure milieu-investeringen gedaan en ook veel bereikt. Wij zijn als landbouw graag bereid om samen hieraan verder te werken, maar de gestelde eisen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.
Wij verzoeken u, meneer de burgemeester, daarom deze petitie te ondersteunen en door te leiden naar de ministers Kok en de minister van LNV en Vrom. Wij zijn het zat. Wij eisen een haalbaar, betaalbaar en een stimulerend milieubeleid. Waarin er keuzemogelijkheden voor boeren en tuinders, waarbij ze kunnen kiezen voor een systeem dat het best in hun bedrijfsvoering past en het meest praktisch is. De gebruiksnormen gebaseerd op duurzaam gebruik, verantwoord ten opzichte van milieu, met inachtneming van de bodemvruchtbaarheid. Er geen sprake is van gedwongen inkrimping van de veestapel. De bedrijfsvoering sociaal-economisch verantwoord uitgevoerd kan worden en waarin boeren en tuinders niet onnodig hoge kosten op worden gejaagd. De boeren en tuinders uit Helvoort rekenen op uw medewerking. Dank u wel. Dankjewel.
tijdens een viering. Sinterklaas? Nou. Zoveel kindertjes, hè? Hallo! Hallo! Veel kindertjes. Hallo! En heel veel mamas en papas erbij. Ja. Ja, het is dus heel... Je hebt al veel schoentjes moeten vullen dit jaar. Nou, het is al heel druk geweest. Maar we gaan gewoon door. We worden nog steeds niet moe. Nog steeds niet moe. Yeah.
Once in a while, they say.